Laten we deze les beginnen met een kruisteken en het gebed tot onze Vader. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Zoals jullie nu is opgevallen, gebruik ik geen tekst meer bij het Onze Vader gebed. Ik ga er nu vanuit dat jullie dit uit jullie hoofd kennen. We hebben het al gehad over Kerstmis. We hebben het gehad over dat hij gedoopt is in de Jordaan. Maar waarom is hij nou eigenlijk gekomen? De reden is eigenlijk heel eenvoudig. De eerste mens, die was ontrouw aan God. Die luisterde niet naar God. Dus ze hebben zelf een verkeerde keuze gemaakt. Dat is dus de reden geweest waarom ze het paradijs moesten verlaten. Met de slang erbij. De slang, die kennen jullie nog wel. Het kwaad, de gevallen engel, de duivel. Goed. En op een gegeven moment dacht God van, nou zal de mens wel beter worden, maar het wordt alleen van kwaad tot erger. Uiteindelijk zal God ervoor kiezen om de wereld helemaal schoon te maken. Om alles van de aarde weg te laten vloeien. Alleen Noach met zijn familie en van elke diersoort twee, een mannetje en een vrouwtje, om die te laten overleven. Ook daar, dus na 40 dagen, 40 nachten te hebben geregend, wordt het dan beter. Oké, de aarde is schoongewassen en dan zou je denken de wereld wordt beter. Nee, er worden weer oorlogen gevoerd, mensen gepest en er gebeuren weer verschrikkelijke dingen. En toen dacht God van, nou moet ik iets gaan doen wat heel radicaal is, wat heel extreem is. Nou, wat gaat hij doen? Hij kiest ervoor om mens te worden. Dus God wordt mens. Dus hij zendt zijn zoon als het ware naar de aarde. Dus van de onzichtbare realiteit of de onzichtbare wereld naar de zichtbare wereld. En daar komt Jezus in terecht, hier bij ons op aarde. Hij werd gedoopt in de rivier de Jordaan door Johannes de Doper, zoals we gehoord hebben. En wat Johannes de Doper daar zei van, zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld. Hij neemt dus Jezus neemt de zonde, de fouten en tekorten van de mensen als het ware op zijn schouders. En daarmee zal hij uiteindelijk de mensheid gaan redden. Hij is gedoopt in Jordaan. Hij wordt door de Heilige Geest als het ware in de woestijn gestuurd. Dus door de Geest van God wordt hij de woestijn in gestuurd. En dan moet hij 40 dagen, 40 nachten moet hij daar blijven. En ik weet niet of jullie weten hoe een woestijn eruit ziet, maar het is daar heel droog, veel zon, dus hartstikke warm. Er zal af en toe ook wel een zandstorm zijn, er is dus weinig te eten en te drinken. En je bent vooral alleen. Ja, daar wonen geen mensen, tenminste geen normale mensen. En na die 40 dagen krijgt Jezus het natuurlijk hartstikke moeilijk, want uiteindelijk moet hij toch toegeven dat het heel moeilijk is. En op dat moment komt de duivel, het kwaad. Want Jezus werd niet voor niks naar die woestijn gestuurd. Hij moest namelijk op de proef gesteld worden, noemen ze dat. Hij moest getest worden, hij moest als het ware een uitdaging aangaan, als het ware met het kwaad. Waar ook de mensen
de gewone mensen waar wij mee te worstelen hebben. Daar moest Jezus ook mee gaan vechten. En dat gebeurde dus in de woestijn. En die Satan, die duivel, die is natuurlijk heel sluw. Hè? Denk maar aan die slang, die is heel sluw. En die zegt van, nou, je hebt honger, je bent de zoon van God. Nou, doe deze stenen dan maar in brood veranderen. Maar Jezus reageert daar heel slim op. Want Jezus is natuurlijk wel de zoon van God. En Jezus zegt, de mens leeft niet van brood alleen. Dat is min 1 voor Satan. Huh? Uiteindelijk zal de duivel hem brengen op een hoge tempelpoort. En hij zegt tegen Jezus. Spring naar beneden. Want er staat geschreven. De engelen, die zullen je opvangen, die zullen je dragen. Want die zullen er wel voor zorgen dat jou niks gebeurt. Maar Jezus zegt natuurlijk, ja, maar er staat ook geschreven, je moet de Heer God niet op de proef stellen. Met andere woorden, je moet God zelf niet uitdagen. Dus we moeten de problemen, als het ware, niet gaan opzoeken. En uiteindelijk komt hij met een ander plannetje. En dan zegt hij, nou, zegt de duivel, ik ben hier op de aarde gegooid, vanuit de hemel. En als je voor mij neervalt, dan zal ik alles geven wat jouw hartje begeert. En toen zei Jezus, alleen God is de belangrijkste. En niemand anders. Ja, en uiteindelijk moest het kwaad, de duivel, de slang, hoe je hem ook wil noemen, moest uiteindelijk natuurlijk wel toegeven dat hij dit gevecht dus met Jezus verloren had. En toen hij de duivel als zwaar had weggejaagd, van ga weg jij, toen kwamen de engelen om Jezus als het ware te helpen, ook door die moeilijke tijd. De verkondiging van Jezus, daar komt hij voor natuurlijk. Hij komt om de mens met God weer in contact te brengen, om de relatie te herstellen. En dat doet hij door de blijde boodschap te verkondigen. En dat betekent dat God liefdevol is, dat hij barmhartig is en dat hij mensen altijd wil vergeven. En er komen dus heel veel mensen op Jezus af, uiteindelijk. Want ze merken wel dat het een bijzonder persoon is. En dat doorvertellen, dat verkondigen, dat kan hij natuurlijk niet helemaal alleen doen. Dus, wat doet hij? Hij loopt langs het meer van Galilea en ziet daar Petrus en Andreas. Ja, nou ja, hij wordt eerst Simon genoemd. Simon, die later dus Petrus wordt genoemd, en de broer Andreas. Tuurlijk, hij zal heel veel leerlingen krijgen, want iedereen wil uiteindelijk naar hem luisteren. Die 12 vrienden van Jezus, die Jezus dan ook echt zelf uitkiest, die noemen we met een moeilijk woord apostelen. En die zullen, zolang Jezus met hun meegaat, die blijven in ieder geval heel dicht bij Jezus gedurende zijn leven. En daarna gaan ze erop uit om meer over Jezus te vertellen. Jezus hield natuurlijk ook van kinderen. Hij hield van alle mensen, zelfs stoute mensen. Kun je dat geloven, van stoute mensen houden? Jezus die kon dat. Ik zou jullie liefst heel veel wonderverhalen willen vertellen. Helaas, dat redden we niet. Jezus heeft zieken genezen, doden laten opstaan, hij heeft boze geesten uitgedreven, hij heeft een lamme laten lopen, hij heeft een blinde laten zien. Er zijn heel veel verhalen van Jezus, maar dat redden we echt niet om in deze 10 communielessen om dat te vertellen.
zou zeggen, sla zelf de Bijbel open en gaan we de verhalen van Jezus lezen. Maar ik wil in deze presentatie twee wonderverhalen met jullie delen. Namelijk de bruiloft te Cana, in Cana, en met de dochter van Jairus. Jezus komt op een bruiloftsfeest. Dan zou je denken, jee, feest! En uiteindelijk, gedurende dat feest, raakt de wijn op. Kan je het voorstellen, je hebt een kinderfeestje en opeens is er bijna geen drinken of eten meer. Nou, dat zou heel erg zijn. Ja, en Maria, die zegt tegen Jezus, van Jezus, hè, kun jij dat even regelen? En Jezus zegt, vrouw, is dat soms uw zaak? Is dat jouw zaak? Mijn tijd is nog niet gekomen, zegt Jezus. Kijk, Jezus is natuurlijk de Zoon van God, dat kan hij makkelijk doen. En uiteindelijk komen die bedienaren, die komen dus in de buurt. En Maria zegt tegen die dienaren, doe maar wat hij u zeggen zal. Die dienaren, die gaan dus naar Jezus van, ja, wat moeten we doen? Nou, zegt Jezus, doe maar water in de kruiken. Oké, maar ja, wat moet je met water? Maar goed, dus die dienaren die doen dus in die kruiken water. En Jezus zal uiteindelijk dat water in wijn veranderen. En niemand wist hoe dat kon. Dus dat is een wonderverhaal. Dat is dat wonderverhaal te Cana. En daarna ging het feest weer gezellig verder natuurlijk. Een ander verhaal zou ik het liefst in een video laten zien. Maar omdat ik niet weet of dat gaat lukken, zal ik toch in deze video het verhaal proberen te vertellen. Jezus deed natuurlijk veel wonderen. En ook met die bruiloft te Cana, als iemand aan jou vraagt om water in kruiken te doen, dan denk je van, ik wil geen water, ik wil wat anders, ik wil dit, ik wil dat. Maar als ik water had gewild, dan had ik dat wel zelf erin geschonken. Maar die mensen hebben vertrouwen in Jezus. En dat is met dat andere verhaal met de dochter van Jairus hetzelfde. Jairus, of de dochter van Jairus. Jairus is de hoofd van de synagoge. In ieder geval, daar wordt de schrift bestudeerd. En die hoofd van de synagoge, die man, die wist dat Jezus in de buurt was. En die rent dus naar Jezus en die valt smekend aan de voeten. En zegt van, je moet mijn dochter redden. Want ze is heel erg ziek en ze zal doodgaan. Ze zal uiteindelijk gaan sterven. En Jezus zegt, nou prima, dan gaan wij jouw kant uit. Uiteindelijk komt iemand van de dienstknechten of iemand van de familie. Die komt dus aanrennen waar Jezus en Jairus waren. En die zeggen uiteindelijk van, val de meester maar niet meer lastig, dus Jezus niet meer lastig vallen, want je dochter is dood, ze is gestorven. Maar Jezus neemt daar geen genoegen mee. Want ze hadden vertrouwen in Jezus en Jezus zegt, wij gaan gewoon naar het huis, we gaan naar jouw dochter. En wat treffen ze aan bij dat huis? Een grote menigte, die zijn aan het klagen, aan het huilen. Dat klinkt dan ook verschrikkelijke klaagmuziek, zou je kunnen zeggen. En die zeggen van, ja, wat komt hij hier doen? Zeggen die omstanders. Want ja, dochtertje is toch al dood. Wat wil Jezus dan doen? Ha, wil hij haar laten opstaan of zo? Maar Jezus kiest dus een paar van zijn vrienden uit, van zijn apostelen, en die gaat dus naar binnen. En uiteindelijk zal hij tegen het meisje zeggen, meisje, ik zeg je, sta op. En opeens komt er een levens,
iets van leven in haar, waardoor zij opeens de ogen opent, weer begint te ademen en alles doet het weer, zal ik maar zeggen. En ze gaan uiteindelijk naar buiten en alle mensen die daar zaten, verdrietig waren, die zagen dat wonder, dat dat meisje opeens leeft en dat ze ook, dat er zoveel mensen gezien hebben, dat zal ook de reden zijn waarom het sowieso ook in de verhalen van Jezus terecht is gekomen. Ja goed, dus dat heeft Jezus dus gedaan. Er zijn heel veel verhalen te vertellen. Ik zal het filmpje hierover hier achteraan aansluiten. Ik zal proberen om dat Nederlands te begeleiden. Hè? Want de video's in het Engels. En ik weet niet hoe goed jullie in het Engels zijn, maar helaas, er zijn heel weinig Nederlandse video's die met de communieles te maken hebben. Er zijn veel meer verhalen van Jezus. Hè? Denk maar aan die duiveluitdrijving of dat de boze geesten worden uitgedreven. En ook uit een man en dat die in de zwijnen komen. Maar ook dat de melaatse die gereinigd wordt, hè, die zijn enge huidziekte heeft, wat je nooit mag aanraken. En Jezus raakt die aan en hij geneest weer. Ook met een blinde die genezen wordt, een lamme die niet kan lopen, die opeens weer kan lopen. En inderdaad Lazarus, die ook al enige tijd dood is en uiteindelijk weer tot leven komt. Er zijn veel meer verhalen. Ik zou zeggen, kijk het goed na en misschien kun je zelf ook nog wat verhaaltjes lezen. Dan sluiten we af met een gebed tot Maria. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Er staan een aantal wonderverhalen in jullie boek, op pagina 47 en 48, dus een beetje aan het einde. Maar er staan veel wonderverhalen niet in jullie boek en daarom heb ik gekozen voor deze twee aan jullie voor te lezen. Ik weet niet of jullie dus opgevallen, maar dit is een beetje anders dan normaal. Hier zie je als het ware mijn video aan de zijkant en je kunt toch de plaatjes en de tekst een beetje volgen. Ik weet niet of jullie dit prettiger vinden. Ik zal in ieder geval proberen de volgende les ook zo te doen. Bedankt voor het kijken naar deze les. En ik zal aansluitend aan deze presentatie proberen die video van de dochter van Jairus, dat ze ten leven wordt opgewekt, om die te laten aansluiten met een Nederlandse tekstbegeleiding. Ik ga het in ieder geval proberen.